Chanté, je verliest 4-1 op het kasteel, maar na de 1-0 zat er wel meer in, leek het, hè? Ja, dat is een saai verhaal. Ik zei het al tegen collega's, we kunnen bijna het bandje van vorige week erbij pakken. Waarin je volledig controle denkt te hebben, nu zelfs een goal maakt, nog een penalty mist. Ook in je aanvalspel goed bent, niks weggeeft. Ja, en dan van een half uur tot 42, in één keer is alles weg. En dat is helaas typerend voor niet vandaag. Niet voor een half jaar, niet voor een jaar, maar voor anderhalf jaar. Veel beter zijn op heel veel gebieden, behalve de 16 meter gebieden. En daar wordt wel voetbal beslist. En dan valt die 1-1 en dan lijkt er ook iets te knakken, hè? Ja, dat is helaas wat we natuurlijk vaker gezien hebben de laatste tijd. Niet heel onlogisch gezien de fase waar je in zit. Sterker nog, ik denk dat veel ploegen niet zo kunnen beginnen aan wedstrijden meer. Als je zoveel klap hebt gehad, met zoveel energie beginnen. Daarom rouleren we ook veel. Dat snappen niet alle mensen. Die denken, ja, wat een feestopstelling en waarom doe je dat nou? En moet je iedereen tevreden houden? Nee, je moet iedereen gemotiveerd houden. En dat zie je denk ik vandaag en vorige week terug. Op deze manier heb je elke keer een ploeg in het veld staan die wel vol gas gaat. Alleen de fouten die je dan maakt bij de goals, ja, die worden gelijk afgestraft. Brett Minema, vandaag was het dan eigenlijk zover. Jij mocht je debuut maken. Hoe vond je het zelf? Ja, blij dat ik mijn debuut heb gemaakt in een mooi stadion met mooie sfeer. Jammer dat we 4-1 hebben verloren, maar ja, dat mag voor mij de pret niet drukken. Nee, en hoe vond je het op basis van voetbal gaan zelf? Ja, wel oké. In de eerste helft wat ballen die ik misschien niet aan moet nemen en in één keer moet spelen. Maar tweede helft nog geluk met een balletje bij Van Krooij dat hij hem net onder en door gaat. Maar ja, niet te veel risico nemen. En ja, voor de rest wel stabiel, denk ik. En hoe is voor jou het niveauverschil dan met wat je hiervoor hebt gekiept bij de onder 21? Ja, dat verschil is wel groot natuurlijk. Je ziet hoe makkelijk zij de goals maken. Dat wij te makkelijk zijn achterin. En dan zie je wel gelijk dat de balletjes het net ingaan. Ja, je hebt ook nog wel een paar uitgehouden. Dat lijkt me ook wel een meersmaak, of niet? Ja, dat wel. Ik weet niet hoeveel reddingen ik had. Ook wat balletjes recht op me af, maar... Ja, ik ben gewoon blij dat ik mijn debuut voor Cambuur in de Eredivisie heb gemaakt en ik kijk later wel de wedstrijd terug. Dat is toch uiteindelijk wel waar je het voor doet en waar je van droomt, lijkt me ook. Ja, 100%. Dit is mijn debuut na 3 jaar bij het eerste, dus dat is wel echt mooi. Ja, het is vooral voor Brett heel zuur dat ze alle ballen zo goed inschoten. Je wil je onderscheiden, heel mooie reddingen hebben, maar ik denk dat er geen verwijtbare goals bij zaten, want ze waren allemaal heel goed in de hoek geschoten. Maar ik vond hem wel een goede rust uitstralen. Geen stress uitstralen, geen zenuwen, dus voor hem een mooi debuut. En ook voor de hele opleiding weer een mooie stap. En de rest van de jongens die normaal gesproken niet veel spelen, hoe deden die het in je ogen? Ja, ik denk dat het hele team in het algeheel het gewoon prima deed. Alleen, dat is 16 tot 16, daar deden we het prima. En helaas, en neem voor het Oudrikis. Die vond ik vandaag in heel veel dingen echt heel erg goed. Aanspelpunt zijn, druk zetten, kopduels, ballen doorkoppen, mee verdedigen. Allemaal echt goed. Maar ja, ze verklaren of Hekkers dat zegt. Want dan is een penalty en een megakans. Ja, dan ben je slecht. En dat is heel moeilijk. Want hij doet er alles aan. Hij geeft alles. Hij werkt zich helemaal het leblazerus. Maar ja, uiteindelijk staat hij wel op 0 goals. Ja, dat lijkt niet echt erin te willen bij hem ook, hè? Ja, dat is een beetje het ongrijpbare. Waar je dan moeilijk doorheen komt. Van ja, hoe kan het dat zij 3 kansen, 3 goals hebben. En wij met zulke kansen op 1 goal eindigen.